Ik ben voor mijn studie biologie ben ik gaan watlopen. Van Lauwersoog naar Schiermonnikoog ben ik gaan watlopen. Watlopen, watlopen. Of zoals ze in Marokko zeggen, watlopen. Watlopen, hoezo? Watlopen, serieus, meneer. Watlopen dan, serieus. En voor mijn studie biologie ben ik gaan watlopen. En ik had ontzettend veel zin om te gaan watlopen. We stonden met al die 20 biologen van mijn studie biologie, stonden we allemaal klaar. En iedereen had zin om te gaan watlopen. Behalve één meisje, Amber. En Amber was zeg maar uitgeloot van medicijnen, zeg maar. Dan maar biologie gaan studeren, zeg maar. Tien van de aardappels in de strot, zeg maar. Nou, jouw dochter. En die zat zeg maar. Nee. Die zat alleen maar, oké, maar. Moet ik over die smurrie heen lopen? Moet ik over die smurrie heen lopen? We kunnen toch gewoon met de vuurboot of met de speutboot of desnoods met de helikopter van mijn puppen naar Schiermonnikoog? What the fuck? En wij zijn niks van, we gaan gewoon wat lopen. Nou, en ik keek naar al mijn biologiestudenten. Dit is grappig. Ik heb de brief kennelijk niet eens zo goed gelezen. Want iedereen had hele oude gymschoenen aan om te gaan wat lopen. Maar ik had mijn laars aan. Ik heb namelijk altijd laars aan. Ik vind laarzen namelijk geweldig. Ik vind laarzen namelijk magisch schoeisel. Laarzen is toch magisch schoeisel? Weet je wat een laars kan? Een laars kan je sok uitdoen. In een laars zitten altijd kiezelsteentjes, toch? Dus voordat je gaat lopen, doe je alle kiezelsteentjes uit je laars. Na 5 minuten lopen, zitten er weer kiezelsteentjes in. Waar de fuck komen die vandaan? En ik begreep meteen waarom het niet handig is om met laarzen op het wat te lopen. Van na 10 minuten lopen was ik kapot. En mijn sok was uit. Toen heb ik iets heel doms gedaan. Toen ben ik als een soort lepelaar met overgiet op één been op een wat gaan staan. Om mijn sok goed te doen. Mijn rechterlaars werd opgegeten door het wat. Eén vleugje wind en bam. Daar lag ik. Precies in een plas. Zeik en zeik en zeik dat. Amber kon voorbij lopen. Eeuw, je zit onder de mudder. Maar ik zat helemaal om. En het zijn dode bacteriën. Dus ik stonk, jongen. Ik stonk. Nou, als zelfs strontvliegen jou gaan vermijden, dat zegt wel iets. En, dus ik zei tegen de groep biologen, jongens, ik stink vreselijk, weet je wel. Het zijn dode bacteriën. Ik stink. Loop maar door. Ik loop wel in mijn eentje. En ik liep achter die groep aan. Het was windkracht 5. Ik was vrij snel opgedroogd. Ik liep als een soort bastonjekoek achter die groep aan. Maar na een half uur waren ze me gewoon vergeten. Ze waren vergeten dat ik achter hen liep. Ik was natuurlijk ook gecamoufleerd in het wild. Maar ze waren me vergeten. Want na 3 kwartier maakte Amber zich los van de groep. En ik hoorde schreeuwen. Lopen jullie mijn deur? Lopen jullie mijn deur? Ik moet helemaal op plussen. En ze is totaal vergeten dat ik 15 meter gecamoufleerd achter haar sta. Want ik zie er zo de broek naar beneden doen. Ik zie de hurken. Ik zie er gaan plassen. Ik zie het tijdens de plassen misgaan. Ik zie er namelijk tijdens de plassen achterover kukkelen. Ik zie nog net die 2 spierwitte kakbillen als lietjes in een chocolade fondue terecht komen. En ik geloof wel dat je Amber zit in de midden. Vraag, vraag, vraag. We komen aan, luister. We komen aan op Schiermonnikoog. En ik was kapot, ik was kapot. En we zouden eigenlijk meteen doorgaan naar een duimpan om naar de houtsnip te gaan luisteren. Maar de professor zag hoe moe ik was. En we kwamen langs Hotel van de Werf, een mooi hotel op Schiermonnikoog met een terras in de zon. En de professor zegt, jongens, een paar studenten zijn erg moe. Laten we even op het terras zitten, dan gaan we hier even rustig wat drinken. Wat drinken? Hoezo, wat drinken dan? Net op recht gelopen, meneer. Wat drinken dan? Serieus, wat drinken? Het was inmiddels al schemering op Schiermonnikoog. En we lopen met 20 biologiestudenten door het centrum van Schiermonnikoog. En in één keer zien we iets zwarts voorbij zitten. En we horen... En Amber zegt, eeuw, dat brengt ongeluk, een zwarte kut. Slechtste graf van de show. Nou, en uiteindelijk komen we aan bij die duimpan. En we komen aan bij die duimpan om naar de houtsnip te luisteren. Maar serieus, toen we aankwamen bij die duimpan, zagen we al vogelaar. Serieus, we zagen een man maar verder kijken in onze duimpan. Tenminste... We dachten dat het een vogelaar was. Was helemaal geen vogelaar. Was een man die zat stiekem naar naaktschaam te kijken. En tegelijkertijd pannenkoekenbeslag aan het maken. Wat een heerlijke avond. En uiteindelijk ging die man weg. En we hebben 4 uur geluisterd. 4 uur. Maar geen houtsnip gehoord. Serieus, geen houtsnip gehoord. Wel een coyote. Serieus. We hebben een coyote gehoord. Op Schiermonnikoog, dachten we. Bleek Amber te zijn die de brandneutels was gaan plussen. Ah! Maar uiteindelijk niet. En om 12 uur zei de professor. Oké, jongens, het is donker. Kom, we gaan terug naar het dorp. En het was pikken, pikken donker.
Godzijdank had ik een zaklantaarn bij me. En zo'n hele felle, weet je, 100 watt. 100 watt! Vind ik het leukste van de hele show te doen. Nou. Ik heb zo'n zin in de lente. Zo'n zin in de lente. Zin in de lente.